Het is op dit moment 7 uur. En dat betekent dat alle Team of the Year... En dat betekent dat alle Team of the Year's in pack zitten. We hebben 62.000 FIFA points. Een goed makertje, omdat ik geen video heb gemaakt bij de verdedigers. Ik was te laat voor de lightning rounds, dus... Kut. Wel heb ik 2 Team of the Year's in de tussentijd alweer gepackt. Die zal ik zo meteen laten zien. Maar goed, dat is voor nu even niet interessant. Waarvoor dat wel interessant is, is de 100 euro giveaway. Aan het eind van deze week zal ik een video maken waarin ik jullie vraag... hoeveel Team of the Year / Team of the Year icons ik in totaal heb gepackt deze week. Die teller staat dus nu op 3. En degene die de meeste video's liked, abonneert op mijn kanaal en in die video comment hoeveel er in totaal zijn gepackt deze week door mij, die kan kans maken op 100 euro. Dus like deze video, abonneer, zet je notificatiebelletje aan, want dan mis jij er geen één. Let's go. Oké, er zijn 2500 points packs. Wat ik dan niet begrijp, een 350k pack die gewoon tradable is, is 2500 FIFA points. En 180k pack die tradable is, is 3000 FIFA points. Dat vind ik een beetje gek. Boeien, Ruur. Boeien. Hopelijk kunnen we een blauwe speler van packen vandaag. Nee, ik denk het niet. Trouwens, naast dat we ruim 60.000 FIFA points hebben, hebben we ook nog 137 packs klaarstaan. Ja, nou ja, we gaan het in ieder geval gewoon meemaken. Oké, laten we even de untradable 300k pack doen. Dat is een gegarandeerde Thunderstruck, Ultimate Dynasties of Winter Wildcards, Icon of natuurlijk een Hero. Ook 12 spelers, 83 plus. Nou, kom maar op. Laat gelijk maar een blauwe zien. Ja, ja, we krijgen gelijk een blauwe. Of het is een hero natuurlijk. Wat is dit nou? Ja, nou zeg je niet. Ik ben echt een sukkel. Maar er zit nog wel... Ah, er zit niet eens wat achter deze hero. Oh mijn god, wat een debiel. Nog steeds geen blauwe is de tussenstand. We krijgen hier Ødegaard en een Inform nog daarachter. Hopelijk flip dat ding even snel om. Dan kunnen we gelijk zitten en zien wie erachter zit. Dit is Ferran Torres. 86 rated in vorm. Oké, is niet slecht. Krijg je hier Vlahovic in vorm. 87 rated. Oké, dat is niet slecht, weet je. We krijgen wederom ook weer Modric. Het gaat best wel heel, heel rap met deze packs. Het zijn 2500 FIFA punten packs natuurlijk. We begonnen met 62.000 FIFA points. We zitten nu nog op 40.000. En deze packs zijn eigenlijk best wel kut. 3 days later. Oké, we zijn bijna 80 packs verder. En we hebben echt helemaal niks gepackt. Maar we zijn nu wel echt bij goede packs aangekomen. We hebben nog allemaal 83 keer 10's. We hebben 84 keer 5's. 83 keer 3 en dan 81 keer 11, 85 keer 4 keer 3 keer 2. 7, 8, 9, 21 is 5. En ik, zeg je eerlijk, ik denk dat we een blauwe gaan pakken vandaag. Ik voel het. Nee, denk het niet. Liaanse in vorm, centerback. Oké, Arsenal, Gabriel in vorm, 86. Geen dubbele walkout. We zijn echt bij goede packs aangeland. 84 keer 5 en alleen maar betere packs dan dat. En daarvan hebben we er een stuk of 50. 50 packs in totaal die ongeveer dat kaliber packs zijn. Daar moet toch iets in zitten, zou je zeggen. We krijgen hier wederom een Inform, denk ik. We krijgen hier ook Karim de Dream Benzema. Kijk, dus deze packs beginnen ergens op te lijken, jongens. Daarachter zit nog Wilfried Zaha. 86 rated het. Kijk. Oké, nu praten we pas. In de tussentijd ga ik even SBC'tjes doen, maar dit is lekker. Pack weight moet ik zeggen, die lijkt heel laag te zijn. Ook bij deze packs, de 350k packs, is het onder 1% kans. Terwijl het gisteren zeg maar al, toen alleen de verdedigers in packs waren, was het een veel hogere kans. Het is heel raar, ze hebben de pack weight omlaag gehaald, terwijl het hele team in packs zit. Dat hoort niet echt te kunnen, zou je zeggen, maar het is toch echt zo, want... We krijgen gewoon 0 Team of the Year's uit al deze hele goede packs. Misschien dat we er nog één krijgen, dat kan natuurlijk. Maar ik vind het wel lijp, want ze hebben gewoon letterlijk de pack weight aangepast. Naar beneden, nu iedereen zijn packs gaat openen. Ja. Beetje gek als je het mij vraagt. Oké, we krijgen een Nederlander rechts voor in vorm. Dortmund, dit is Donjal Malen. 85. Ja, leuk weet je, maar... Wat zijn het de packs slecht vandaag? En we zijn bij de laatste pack beland. 83 keer 20 en weer geen blauwe. Het is ongelofelijk. In alle 137 packs, 0 blauwe. We hebben nog 40.000 FIFA points uiteraard. Maar dit slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Oké, het is 8 uur en er zijn inderdaad wat nieuwe packs. Het enige probleem is, er is een 300k pack. Alleen die is untradable. En dit is wel de enige pack die 2,2% kans heeft... op een Team of the Year. En we willen ze eigenlijk natuurlijk gewoon tradable packen. Ja, laten we wel even een paar van die packs openen... om te kijken hoe en wat. Misschien krijgen we er wel wat in. Je weet maar nooit. We krijgen in ieder geval...
Hegerberg heet zij volgens mij. Hegerberg, samen met een inform die er nog achter zit. En zoals je kunt zien zijn dit best wel goede packs. Dit krijg je altijd als je meer dan 50 spelers hebt. Krijg je een communicatiefout, altijd heel chill. En dit moet ik dus eigenlijk allemaal inleveren. Oké, we zijn even een dag verder. Maar we hebben hier een 600k pack, een 500k pack en een 400k pack. We hebben nog 20.000 FIFA punten. Dus er moet wat in zitten. Laten we beginnen met die 400k pack. En we zijn nog steeds op zoek naar een team of the year. Dit is blauw. Dit kan een team of the year zijn. Maar ik denk dat dit Trent Alexander-Arnold is. Maar dit kan wel betekenen dat dit een dubbele is of een team of the year. We krijgen een team of the year. Ja. Ruben Dias. Lekker zeg. Oké, dan. Naast Van Dijk denk ik de beste centerback in de game. Team of the year is binnen. En daar houdt het niet op, want we moeten nog door. Dit is de eerste pack van vandaag. Heerlijk. Maar kijk even deze stats. 88 pace, 95 defending, 93 physical. En hij heeft de playstyles Intercept Plus. Oftewel, hij zit gewoon automatisch door dingen... Door paas, tussen paaslijnen. En Bruiser, dat hij gewoon mensen aan de kant beukt. Voor de rest heeft hij normale slide tackle, anticipate en block. Een heerlijke kaart. En een heerlijke pack. Kom op. 2500 FIFA punten. Let's go. Kunnen we weer een blauwe packen? Nee, in deze pack zit geen blauwe. Een Duitser. Een keeper. Manuel Neuer. Of Ter Stegen. Dit is Manuel Neuer. En er zit natuurlijk nog een andere walkout achter. Wie zit er dan achter? Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Benzema, die is lekker, want die is heel hoog. Die kunnen we weer verkopen voor een hoop geld. En voor de rest zit Nkunku nog erachter. En voor de rest helemaal niks. En we kunnen nog een paar packs openen. Namelijk deze, de Premium 81 plus keer 100 pack. Ja, nou ja, die hoef ik niet uit te leggen. Die spreekt voor zich, denk ik. En dan nog de 500k pack en de 600k pack. Dus laten we beginnen met deze, de 400k pack. Ja, 100 spelers, allemaal 81 of hoger. We gaan het meemaken. Kunnen we een blauwe krijgen? Is de vraag. We krijgen wel weer blauw. Is dit een team of the year? Ik denk het wel. Dit is... Alisson wilde ik zeggen. Dat is het niet. Zit er een team of the year achter? Of een honorable mentions? Want Ederson heeft natuurlijk ook zo'n kaartje. Maar er zit nog wat achter als het goed is. Harry Kane. Oké, kijk. Nu beginnen de packs leuker te worden. Twee honorable mentions. Harry Kane en Ederson. Niet slecht. Helemaal niet slecht. Misschien zit er nog zelfs wat achter. Heel veel informs. Leuke pack. Harry Kane is zo'n 150k waard. En Ederson, die is natuurlijk helemaal niks waard. 30k. Ja, weet je, hartstikke lekker hoor. Ik zeur er niet om. Oh, we krijgen hier weer blauw. Portugees, Ronaldo. Cam. Bruno Fernandes. Oké, laten we de laatste twee packs openen. Eerst deze 500k pack. Nou, we gaan het gewoon meemaken, weet je. 3500 FIFA punten. Kan er iets blauws in zitten? Nee, dat kan het niet. Het is wel een spits uit Noorwegen. Maar nu weet ik gelukkig dat het de verkeerde is. Want het is een inform wat erachter zit. En geen team of the year of honorable mentions. Of blauw in ieder geval. Wat erachter zit boeit niet zo gek veel. We krijgen nog Verdonk, Urbig. Ja, een hoop walkouts. Op zich logisch. In deze pack. Maar niks wat bijzonder is eigenlijk. Oké, en de laatste pack van deze 500 euro pack opening. De Elite Team of the Year pack. 25 spelers, allemaal 85 of hoger. En een 44% kans op het Team of the Year honorable mention. Oké, we gaan hem openen. 3000 FIFA points, let's go. Laat me blauw zien. Dit is Courtois, maar geen blauw. Zonde. Zit er nog achter... Moet wel hoog zijn dan. Lewandowski. 90 reed het allebei. Zonder dat we geen blauw krijgen in deze laatste pack. Dat vind ik jammer. Ja, we hebben een team of the year gepakt. Dat brengt, goed luisteren, dat brengt de teller nu op 4. In totaal, ik heb 4 team of the years gepakt. Andere twee die jullie nog niet hebben gezien, laat ik nu even zien. Still playing games. You don't even help with bills. You need to get a job. I come home every day crying. We're gonna lose the house. Where are the cats gonna go? Jordan, for real. Het waren niet de twee beste, maar het zijn wel twee team of the years en ze tellen voor de teller. En als je die 100 euro wil winnen, moet je dat achterlaten in de volgende video. Dus like sowieso deze video, abonneer, comment. Vergeet je notificatiebelletje niet aan te zetten en dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later.